Dan gaan we naar de tweede wedstrijd van zaterdagavond. Slee en Transvaal, die stonden tegenover elkaar. Slee in geel, blauw, Transvaal in het wit. En Transvaal startte de eerste helft sterk, kreeg kansen. Hier speelt Dimitri Apai goed. Belaagd door twee man de bal naar rechts. En de bal komt bij Lalani Toy en die scoort niet. Hij tikt de bal net naast het doel van Ogario Bodji. Hier komt Toy weer in balbezit. Nu stuit hij op Bodji. Twee goede kansen waren dat voor Lalani Toy, de topscorer van Transvaal. En hier speelt Jackie Rangiwa op Ronald Ida. En via de vingers van Rufaro Adipi verdwijnt de bal in het Transvaal-doel. 1-0 voor Slee Junior. Je merkt het. Rufaro Adipi die kwam nog aan de bal, alleen kon hij het leider niet keren. De ruststand was 1-1. Jokiel Amalensi en Sarju hadden de leiding. Dit is Transvaal over links in de aanval. Jamiro Hegbert wordt onderuit gehaald. Vrije trap voor de ploeg van Transvaal. En Melito Brewster neemt de vrije trap conform boekje. Krul de bal over de muur, buiten bereik van Ogario Bodji. En dat betekent dus 1-1 in deze wedstrijd tussen Slee Junior en Transvaal.